in het leger van de prins. Hij marcheerde van een helder tot een bril. Hij had geen geld en er was geen held en hij hield niet van de krijgsman wel. Maar trompetter was hij wel met hart en ziel. Het leger sloeg zijn tenten op vooral daar in het veld. En zolang de vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden, Jan, kom spelen op je trompet. Ze werden wakker in de goot, in de morgen kil en koud. Maar je Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Ja, Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde op de helft. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel, wat mijn artillerie. Ja, zelfs tot kleine in uw kraag en een blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een jan met zijn trompet? En niemand in Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat. En 100 liedjes speelden voor de kinderen van de stad. Zij vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. Winter ging de zomer van de oorlog was voorbij. Maar het leger is nu teruggekeerd van de motorhuis. Die mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft. Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft. Jan Klaassen was toch beter. Thank you.